Goedemiddag, Beatrice. Vorig jaar heb je het Nederlands staatsexamen gedaan op de werkvloer. Ja. Met veel ondersteuning en ook een taalmaatje, heb ik begrepen. Ja. Ja. En nu ben je weer gestart met een opleiding. Ja. De opleiding tot verzorgende. Ja. Toch zie hoe ik ben echt van gekomen. Dus ik ben hartstikke trots op mezelf. En dat ik kan zoveel doen met die taal. En eigenlijk die taal is echt de sleutel van alles voor mij. Dus soms doet mij pijn dat sommige dingen, ik kan het niet heel goed schrijven. Als ik kan heel goed schrijven, dan denk ik dat ik ben echt top. Maar nog steeds dat ik kan het niet zo goed alles opschrijven, maar toch ik ben gewoon blij, want ik ga gewoon door ontwikkelen om een beetje schrijven, vragen of dit is goed of dit is niet goed. Dus ik ben zo blij om. En je mag daar ook de tijd voor nemen op de afdeling? Ja. Ik kan gewoon uitleggen met mijn collega's. Zeg maar, bijvoorbeeld vandaag, die bewoners zijn naar bingo gegaan. En is een beetje rustig. Dus als ik gewoon uitleg met mijn collega, nu is rustig, kan ik iets over mijn schoolwerk doen. Ja, ze geeft mij gewoon kans om te doen. Ik richt me op de beroepsopleidingen. Dat betekent dat ik een behoorlijk pakket aan standaardstof moet verwerken. Waarbij zij nog al eens een keer struikelen over een begrippenkader vanuit het Nederlands. Zij denken van natuurlijk vanuit hun eigen culturele achtergrond, vanuit hun eigen taal. Maar zij moeten die vertaalslag maken. En het leuke is dan, je ziet heel veel mensen vanuit die Nederlandse achtergrond, die proberen hen te corrigeren. En als docent zijnde probeer je met name die mensen, die vijf studenten, de ruimte te geven om zichzelf ook te presenteren. Dus de rust in de training te brengen en hen ook de gelegenheid te geven te delen van datgene wat ze weten. Ja. Eigenlijk die opdracht zijn veel, maar als je gewoon doorzet, gaat gewoon goed. Want ik ben iemand die vraagt altijd, maakt niet uit wie. Ik vraag aan de docent, ik vraag aan die klasgenoten, iedereen die gaan mij. En als ik vraag, ik krijg die antwoord. Dus het gaat gewoon goed met de opleiding. En ik heb zin in om te doen. Ja. Leuk om te horen. Ja. Ja. Zou je nog iets mee willen geven naar je collega's, ook uit andere culturen, die ook problemen hebben of extra aandacht nodig hebben op het gebied van taal? Ja, ik ga gewoon mensen, want sommige mensen willen graag iets doen, maar ze schamen omdat ze denken dat als ze gaan die taal praten, mensen gaan hun lachen. Je moet iets van jezelf vertrouwen hebben dat je wil leren. Je bent in Nederland wonen, dus je moet met de mensen omgaan. En hoe ga je omgaan zonder die taal? Je kan er niet meer doen. Maar als je die taal probeert te praten, dan je voelt zelf thuis. Want ik voel zelf als, ik ben niet buitenlanders, ik voel echt thuis. Want ik kan omgaan met iedereen doordat ik kan praten. Want als je kent die taal niet, kan je ook niet vragen stellen. Dus als je, ik ga gewoon hun motiveren om niet bang te zijn, om niet schaam te zijn, om gewoon zelf trouwen dat ze kansen wel. Dus dat kan ik gewoon aan iemand die wie echt graag hier wonen en graag ook in de zorg, gewoon doorgaan. Kijk, voor mij is het heel belangrijk dat mensen van alle culturele achtergronden hun werk vinden en plooi vinden binnen Lisbeth. Omdat we ook een afspiegeling willen zijn van de maatschappij. En ik vond het interessant om met mensen van andere culturen te horen hoe zij denken en werken. En ook dat de Nederlandse taal best moeilijk is dan. Als je zelf merkt van de dagelijkse praktijk, van nou, ik moet daarop letten. En ik moet dan zelf overdragen naar mijn nieuwe collega. Dan leert mij ook weer hoe de Nederlandse taal is, letterlijk. En over al die zinsvormen en DNT en werkvormen, kom je ook achter hoe moeilijk het is. Het is voor ons een eye-opener, als taalmaatje, om nog beter de dingen uit te leggen. Die zo vanzelfsprekend zijn, die toch moeilijk zijn. Het is niet alleen maar dagelijks Nederlands, maar ook de vaktermen die wij zo vanzelfsprekend erin gooien letterlijk, zijn natuurlijk dan ook best moeilijk.
En cliënten, die komen hier van Westerpark, Tuinzicht, Oud-Breda, die hebben ook een andere vocabulaire als wij. Laat staan dat mijn collega hiernaast dat ook nog moest begrijpen. Dus het is dubbelop in feite. Maar we hebben onze weg goed gevonden. We hebben als beleid binnen de stichting dat we multicultureel mensen hier opleiden. Dan moet ook naar de positieve kanten kijken. En dan moet je dus als leidinggevende voorwaarden creëren. Uiteindelijk denk ik ook dat het een prachtige illustratie is. Want zij zijn ervaringsdeskundigen die in die groep zitten. En ik denk dat ze alles toe kunnen lichten wat op hun pad komt en wat ze tegengekomen zijn tot nu toe.